De eerste van bijna 400 nieuwe ondergrondse afvalcontainers die de AVRI in het rivierengebied gaat neerzetten, is donderdagmorgen geplaatst. Dat gebeurde in Meteren. Wij gaan ervan uit dat we het 1 januari kunnen starten met het nieuwe beleid en dat we dan nagenoeg alles onder de grond hebben zitten. De AVRI gaat in het hele rivierengebied overschakelen naar het omgekeerd inzamelen. Dat wil zeggen dat de mensen met hun restafval naar een ondergrondse vuilcontainer moeten lopen. Het is natuurlijk niet alleen het graafwerk, maar het is ook het praatwerk, zeg maar. Dus we hebben bijna elke avond een inloopavond waarin we spreken met de inwoners. Ja, en de inwoners, dat is heel variërend. Sommige mensen hebben meer vragen over het beleid. Ja, de helft heeft ongeveer een vraag over de ondergrondse container, de plaats. Sommige mensen vinden het niet fijn natuurlijk als hij vlak voor de deur komt. Anderen, een hele enkeling die komt zelfs en komt vertellen, nou, dit is een hele mooie plek die jullie hebben uitgezocht. In een aantal gevallen kijken we op basis van de informatie die we krijgen van de inwoners hoe we hem toch op een andere plek kunnen zetten. En dat is eigenlijk toch wel een mooie vorm van burgerparticipatie zo. Het doel van de AVRI en de aangesloten gemeentes is het verder terugdringen van het restafval. Ja, de gemeentes hebben hier natuurlijk niet voor niks gekozen voor deze vorm van beleid. Dit is echt om onze samenleving duurzamer te maken. Want we moeten echt nog een stuk beter omgaan met het afval. Om te zorgen dat we veel minder grondstoffen nodig hebben. En ook gewoon het klimaat veel minder snel opwarmt dan wat nu gebeurt. En dat is de reden waarom dit nieuwe beleid wordt ingevoerd. En dat zal niet iedereen even leuk vinden. Maar aan de andere kant, het went ook weer en we doen het echt voor een goed doel.